Burgerlijke tijd. Wie ben jij? Ik ben Jeroen Kuster. Wat doe jij? Ik ben een kunstenaar. Waarom? Ja, dat is een goeie. Omdat ik het leuk vind. Ja, en omdat ik er... eigenlijk omdat ik het leuk vind. Kun je ervan leven? Nee, totaal niet. Wat is je beste werk? Ja, dat verschilt per dag. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd het werk waar je mee bezig bent, maar dat is nog niet af, dus kan ik niet zeggen dat het beste is. Dat beeld daar wat daar aan de muur hangt, dat vandaag mijn beste werk is. Vind je het zelf mooi? Ja. Ja. Waarom? Ja, waarom vind ik het zelf mooi? Er zit veel in. En het is een beetje ongrijpbaar. Ja. De structuur vind ik wel goed. Vinden andere mensen het ook goed? Ja, de meeste wel. Ja, je hebt altijd mensen die het niet goed vinden en mensen die het wel goed vinden. Maar de meesten vinden het goed. Zeggen ze nooit in stoms? Er schiet me niks naar binnen, maar mensen willen vast wel... Kijk, mensen vinden niet altijd alles mooi. Maar ze vinden ook niet altijd alles lelijk, dus ja. Wat is je slechtste werk? Die bestaat niet meer. Die heb ik gesloopt. Het was een heel groot hert. Van was en van veren. Het is niet zozeer mijn slechtste werk, maar ik vond hem niet meer goed. Dus dan heb ik hem geslacht. Met een heel groot kapmes. Waar hou jij je inspiratie vandaan? Uit de dierenwereld. Natuurhistorische musea. Schedels. Dode beesten. Vooral met opensnijden. Natuur. Dierentuin. En een materiaal. Ik kijk ook heel veel naar materiaal in de winkels. Tuincentra en goedkope meukwinkels. Laat eens zien hoe je het maakt. Ik ben bezig met een poot aan het maken. Maar hij moet iets. De bovenbeen moet wat korter. Want dan ziet het er net iets beter uit. Dus ik moet hier een stuk afhalen en daar een stuk afhalen. Komt hij in een glazen vaas staan, die ik daar heb staan. En hij moet ongeveer zo ver van de grond afkomen. En dan heb ik veren in plastic gesmolten. Dat is dit spul. Dat gaat in heet water. Dan wordt het zacht. En dan kun je het kneden. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Godverdomme, wat drijft er dan nu in? Een dode vlieg. Hoppa. Dit is voor anders blijft het plastic aan mijn vingers plakken. Kijk, om er nou structuur in te krijgen, druk ik dit er weer in. En als dit dan straks wat smelt, dan krijg je dus meer een schubbengeheel. Oké. Een glazen staafje kan ik gebruiken als... modelleerstokje, want al het andere dat blijft eraan vastplakken. Dan heb ik hier een bak met koud water. Gooi ik hem even in. Kijk, en dan stolt hij. Dan is hij hard genoeg. Dan gaan we even naar hier toe.
nu aan het verhitten, zodat die bolletjes dat die weer meer samen gaan smelten. Dat het dus meer één structuur wordt. Het wordt een mengeling tussen een bloem en een schorpioen. Wat wilde je vroeger worden? Beroemd. Maar ik wou geen zanger of artiest op het podium. Maar ik wou beroemd worden met de dingen die ik deed. Maar wat wist ik niet. Hoe ben je kunstenaar geworden? Ik heb de kunstacademie gedaan. En dat vond ik heel leuk. En nou ja, daarna ben ik dan eigenlijk kunstenaar. Wat is je duurste werk? Dat zijn de glazen stolpen. Hoeveel kost het? Hoeveel dat het kost, weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel het duurste werk, omdat het het grootste is en ja, het duurste materiaal. Wat is je lievelingskleur? Zwart en groen. En bloed, de kleur, rood. Ben je getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Heb je kinderen? Nee, ik heb ook geen kinderen. Waarom niet? Ja, niet van gekomen. Wat is je allergrootste wens? Rijk en beroemd worden. Zodat ik heel veel kan shoppen.